Hallo allemaal, ik ben Lieneke en welkom bij deze tekenles. Hoe teken je een pakjesboot? Ik heb de tekenles opgedeeld in stappen. Hier zie je de 4 stappen. En uiteindelijk gaan we hem helemaal vullen. Tekenen jullie mee? Als het niet lukt, vraag dan je ouders of ze je even willen helpen. We beginnen met stap 1. Ik teken de boot. Dit is de achterkant. Dan ga ik recht. En dan teken ik de bovenkant van de boot. En dit is de voorkant. Zoals je ziet zit er een extra streepje. Hier is die wat dunner. En hier wordt die wat dikker. Dan teken ik de golven erin. Deze golf gaat achter de boot door. Dan teken ik de onderkant van de golven. Zo. En dan teken ik de rest van de golven. Hier gaat hij voor de boot langs. Eén hoge golf, een kleinere en nog een kleinere. Dat is stap 1. Dan gaan we naar stap 2. We gaan de cabine in de boot tekenen. Teken vanuit de knik een rechte lijn naar boven en hier naar rechts. Dan naar beneden. Dan schuin naar achteren en recht naar beneden. En hierachter zit nog een cabine. Hier zien we wat waterdruppels. Dus ik teken hier een waterdruppel vanuit die hoge golf en ook hier vanuit die lagere golf. Hier zitten ook nog wat golven, dus die teken ik er ook in. Dan gaan we naar stap 3. Teken aan de voorkant 3 raampjes. Dit zijn ronde raampjes en die kijken naar voren. Teken dan een deur. In de deur zit een raampje. En hier hangt een reddingsboei. Wat ik ook teken is de mast bovenop de cabine. Die is vrij hoog. Je ziet dat dit lijntje ietsje schuin is. En dan weer recht naar beneden. Ook zie ik 2 voor- en achterboeien waar straks de vlaggetjes aan vastgetekend of gemaakt worden. Dan is het tijd voor stap 4. Nu kan ik de vlaggetjes aan de mast vast gaan maken. Dus ik teken een lijn naar de achterste paal en ik teken allemaal vlaggetjes aan die lijn. Helemaal tot bovenaan. En hier kan ik dus ook een lijn tekenen. En daar teken ik ook weer allemaal vlaggetjes aan. De pakjesboot brengt natuurlijk allemaal cadeautjes naar Nederland. En hier maak ik een opening. Dan kun je er doorheen kijken. En dan is het tijd voor de laatste stap. En nu ga ik hem helemaal afmaken. Bovenaan deze mast teken ik een vlag. Dit is de Hollandse vlag. En wat ik ook teken is natuurlijk die grote schoorsteen die bovenop staat. Uit die schoorsteen komt natuurlijk rook. Dus de rookwolkjes teken ik er ook in.
is misschien ook leuk om voor op de boot het woord Spanje te schrijven. Want die boot komt natuurlijk helemaal uit Spanje vandaan. En wat ik er ook in wil tekenen, is een leuke vogel. Want vogels vliegen altijd voor de boot uit. Als je deze tekening nou leuk vond, geef hem dan een dikke duim omhoog. Deel het met je vrienden en vergeet je natuurlijk niet te abonneren. Inkleuren mag je helemaal zelf verzinnen hoe je dat wil invullen. Heel veel plezier met je tekening en tot de volgende tekenles. Groetjes van Lieneke.